Mannen. Eenheid. Samenhorigheid. De belangrijkste bijzaak in het leven. Prachtig. Barcelona. Liefde. Ik heb me nooit uitgekomen droom. Het is voor mij echt een feestdag. En ja. Nog steeds. Mm-hmm. Dus daarom ben ik er juist weer ook heel zuinig op. Omdat het echt een geschenk is. Wat we ons zomaar niet moeten laten afpakken. Nee. Het gaat heel gênant worden als hij niet bij die laatste drie zit. Maar het is helemaal niet gênant. Het land wil dit. Dat was het beste idee in mijn leven, denk ik. Als het begint, is het fijn. De eerste paar minuten is nog een beetje eng, maar als het eenmaal... Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat die mensen een soort rust hebben gevonden. Ja. En een beetje meer, iets meer naar de basis zijn. Iets meer wat wij in Nederland soms echt wel een beetje kwijtraken. Ik ook. Ik ben net zo schuldig eraan. Jazeker. Wauw. Ja. Ja, ik redelijk goed. Ja? Ja. Kijk dan uit naar dit weekend, dus ben benieuwd. I just enjoy seeing people worship. Praising God. And to all of you out there, every organizer who moved to an unfamiliar town, every kind family who welcomed them in, every volunteer who knocked on doors, every young person who cast a ballot for the first time, every American who lived and breathed the hard work of change, you are the best supporters and organizers anybody could ever hope for, and I will be forever grateful. Mijn vrouw en ik verheugen ons erop.